Ik ben Thijs Bogaert, ik ben 15 jaar en ik kom uit Nederland, Geldermalsen. Gefeliciteerd. Je hebt natuurlijk niet gewonnen, maar het is wel een soort overwinning. Eerlijk, toen ik 15 was, was ik heel erg bezig met een enorme puist op mijn neus en hoe mijn haar zat. Ja. Jij bent 15 en je staat hier even in de kwalificaties van de ABN AMRO open. Ja. Ik heb ook last van puisten. geen zorgen. Gelukkig. Maar voor hetzelfde geld, ja, ik wil gewoon, ik heb een doel en dat wil ik gewoon graag bereiken. Als ik eenmaal op de tennisbaan sta, dan gaat er een soort knop om in mij. Ik heb er geen last van, ja, ik heb nou 3 puisten op mijn kin of ik heb ergens anders last van. Toen jij hoorde dat je een wildcard hier kreeg voor de kwalificatie, wat was je eerste reactie? Ja, heel blij. Kom je hier... 6 jaar geleden kijken naar iedereen, ook in de kwalificaties. En dan uiteindelijk een paar jaar later sta je er zelf te spelen. En dan, dan word je wakker vandaag en dan denk je, ja, ik moet de wedstrijd spelen vandaag. Tegen Hugo Gaston. Ik heb je wedstrijd zitten bekijken en toen zag ik je ineens op de grond liggen op een handdoek. Toen dacht ik, oh nee. Schoot het een klein beetje in mijn rug. Uiteindelijk fysio even gemasseerd, ja. Niks bijzonders, dus gewoon verder spelen. Heb je nog een boodschap voor Richard, weet je? Want we staan hier nu toch, hij heeft je dan nu... Een wildcard gegeven worden voor kwalificaties. Ja, we kunnen natuurlijk ook proberen om gewoon te zeggen... Hallo Richard, leuk hoor, die kwalificaties. Maar volgend jaar gewoon een wildcard voor het toernooi. Daar kan ik niet om vragen. Ik zal aankomend jaar gewoon goed moeten blijven spelen. En wie weet, hopelijk geeft Richard me nog een kans. Dat zou wel heel gaaf zijn. Ja, dat komt wel. Ik ga wel een goed woordje voor. Is goed. Alsof ik iets te zeggen heb.